Genomineerd voor de Univé Paludanusprijs 2012. Soteria van Emergis. Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Kloetingen. Dat was voor het eerst in Spanje. Op het eind van mijn reis, zeg maar. In Spanje. En toen hoorde ik stemmen. En begon ik stemmen te horen, zeg maar. Maar in het begin negeerde ik het gewoon. En dacht ik van, het waait wel over. Dus toen heb ik geen aandacht meer aan besteed. En toen is het ook weggegaan een tijdje. En, maar later, later dat jaar is het weer teruggekomen. Heel sterk, heel veel stemmen. Heel veel spanning in het hoofd, zeg maar. Zelf bijna geen gedachten meer kunnen vormen. En ook bijna niet kunnen praten eigenlijk. Omdat er zoveel in je hoofd gaande is, zeg maar. Een hele draaikolk lijkt het wel te gaan. En het lijkt ook helemaal samen te knijpen en zo. Te persen in je hersenen. En dat je gewoon bijna niks meer kunt doen, zeg maar. Je komt nergens meer toe. Ik hoorde dan een stem in mijn hoofd. Dat was zijn stem, zeg maar. Want ik hoorde op een duur, hoorde ik echt alleen maar zijn stem in mijn hoofd. Van, omdat ik zo gek was op die jongen. Je bent zo verkikkerd. Je zoekt gewoon... Ik ben verkracht door mijn vader. Dus ik ben gewoon echt... klampte me vast aan elke man dan, zeg maar. En die zei dus toen tegen mij van... je moet naar me toe komen. En ik was toen in Terneuzen op je blote voeten. En ik ben op mijn blote voeten naar Antwerpen gelopen. Op de snelweg. En ik moest elke keer van die stem... elke keer een beetje meer naar links gaan. En ja, je weet, de snelweg zitten heel veel auto's. Heel gevaarlijk. Ik was een klein meisje. Ik was een jaar of 17. En toen kon ik niet meer. Ik was echt helemaal op. Helemaal huilen. Helemaal snot kwam overal. En ik was echt helemaal op. Blote voeten waren helemaal kapot. Nou, ik stond op het punt om iemand te lijf te gaan. Met twee messen in mijn hand, zeg maar. Dus het is behoorlijk heftig. En ik heb altijd, ik heb voor mezelf heel vaak gedacht dat het was zoals dat ik het zag. En inderdaad, sinds mijn komst hier heb ik het toch erkend dat ik een psychose had en dat ik in een psychose zit. Ik schrok er heel erg van. Ik had mezelf niet geacht zo in staat te zijn om zoiets te doen. Ik ben ook van gaan huilen, want ik was echt de weg kwijt. Ik had echt dringend hulp nodig. Hulp die ze me thuis en in mijn omgeving niet konden geven. En ik kan alleen zeggen dat ik heel blij ben dat ik heb geaccepteerd dat ik een psychose heb. Want dan is het stapje naar het herstel ook dichterbij. Psychose. Een psychiatrische stoornis waarbij het denken, waarnemen en emotionele beleven ernstig is ontregeld. In Kloetingen, nabij Goes in Zeeland, staat het Soteriahuis van Emergis. In een huiselijke omgeving kunnen maximaal 10 jongeren herstellen van hun eerste psychose. Goedemorgen! Hey, het is muziek vandaag, hè? Je favoriete onderdeel. Het is een kleine gemeenschap in een rustige omgeving, waar alles zo normaal mogelijk verloopt. De regelmaat staat bij Soteria voorop. Belangrijk is dat de bewoners niet thuis en binnen blijven, maar dagelijks aan activiteiten deelnemen die buiten de huiselijke omgeving plaatsvinden. Volgens een vast schema wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, zinvolle dagbesteding en het opbouwen van zelfvertrouwen. Zeker voor mij nemen. Gewoon, loop gewoon, doe of je dom bent. Ga je de muziek kant op. Kun je de deur. Een teelstrek is dan. De bewoners zijn enthousiast en ervaren de regelmaat als zeer positief. Vaak zie je al kort na de opname een significante verandering in het gedrag. Ze voelen zich door deze aanpak niet gestigmatiseerd en ervaren het bezig zijn en gezamenlijk herstellen met lotgenoten als bijzonder prettig. En dan eigenlijk met bier. Het wekelijks muziek maken in Zierikzee is iets waar vrijwel alle bewoners naar uitkijken. Het plezier van het meedoen staat hierbij voorop. De dagelijkse activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in de maatschappelijke omgeving,
Met de plaatselijke sportschool is inmiddels een goede band opgebouwd. Het sporten verbetert de conditie en heeft een positieve invloed op het herstel. De wekelijkse psycho-educatie helpt hen inzicht te krijgen in het ontstaan van hun ziekte en zijn of haar leefomstandigheden aan te passen om herhaling van de psychose te voorkomen. Druk worden en veel associëren. Het is iets automatisch. De bewoners zijn in hun leven vaak ongemeen hard getroffen door hun kwetsbaarheid, traumatische ervaringen en vaak ook sociale uitsluiting. Soteria helpt de jongeren gedurende zo'n 6 weken tot 3 maanden om terug te keren in de maatschappij. Maar dan zonder de traumatische ervaring van een reguliere opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Laten we eens luisteren wat de betrokkenen vertellen over Soteria. Dit project, ja, wij vinden het toch wel heel bijzonder. In de zin van het hele Soteria-project, dat richt zich op om toch zo dicht mogelijk bij de mensen de begeleiding te geven. En wat ik eigenlijk mis in heel veel zorg die er geleverd wordt, is de nabijheid. Vaak zien we toch de afstand die hulpverleners hebben naar de cliënten. En wat we hier beogen is zo dicht mogelijk naast de cliënt te zijn. Om samen met hun, ja, hun psychose, ja, te lijf te gaan. Zorgen dat ze zo min mogelijk in die psychose terechtkomen. En wat mijn ervaring de afgelopen jaren is in ieder geval van, dat doe je niet door alleen maar op een afdeling te zijn. Dat doe je niet door af te wachten. Dat doe je niet door alleen maar medicatie erin te stoppen. Dat doe je door er te zijn. Door samen met de cliënt actief bezig te zijn. En wat onze ervaring inmiddels is dat door een goed gevuld programma wat we hier draaien, dat mensen niet de kans krijgen om in hun psychose te verdwalen. Op het moment dat ze, ja, misschien meer op een huiskamer zijn of veel in een slaapkamer, dat door de eenzaamheid en misschien ook wel het saaien van zo'n, ja, dag doorkomen, de psychose juist heel veel kans krijgt om invloed te hebben op zo'n dag. Af en toe is het zwaar. Af en toe heb je wel eens van, ik wil lekker blijven liggen en laat maar even doen. Maar over het algemeen vind ik het eigenlijk wel goed, want je krijgt dan weer een ritme, zeg maar, dat bouwt zich dan weer een beetje op. En ja, dat is wel goed voor als je weer later in de samenleving terecht wil komen, zeg maar. Dan heb je vast weer je ritme te pakken, zeg maar. Ik vind Soteria een warm bad, waarin ik met een gerust hart mijn zoon achterlaat. Ja. Het voelt veilig, het voelt goed. Ik kan met al mijn vragen terecht. En voel me ook serieus genomen. Ik heb ingang tot hem, tot de begeleiders, psychiater, psycholoog. Alle vragen worden naar wens beantwoord. Ik vind het project Soteria heel goed. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik kan hier vooral mijn rust vinden. En ik ben blij dat er een regelmaat is qua dagprogramma en dagbesteding. Ik denk dat ze hier minder voelen dat wij van de begeleiding zijn en dat zij cliënten zijn. Dat de drempel minder... het is wat makkelijker om naar ons toe te stappen als er iets aan de hand is. Je bent natuurlijk niet helemaal gelijk, want wij doen ook nog andere dingen en zij zijn hier opgenomen. Ik ga dadelijk gewoon wel naar huis. Maar je probeert het toch wel een beetje zoals dat het thuis is te creëren. Zo normaal mogelijk. Daarom hebben we gewoon zoveel mogelijk programma buiten de deur. En ook boodschappen doen gewoon in de supermarkt, hoe pittig dat soms ook kan zijn. Ja, wat mij dus opvalt, hè, en dat is wel het uitgangspunt van Soteria, dat het herstel van het gewone leven, hè, gewone dingen doen, de structuur er is, boodschappen doen, eten koken, bezig zijn met sport, dat gewoon heel genezend werkt. Dus dat het normale eigenlijk heel erg belangrijk is. Hè. We werken hier nu een tijdje mee en ik heb inderdaad ervaren dat het belangrijkste is. Van, het moet niet te ingewikkeld maken met allerlei ingewikkelde therapieën komen, maar je moet proberen het normale weer te herstellen. Maar dat is wel heel moeilijk om het juist in de omgeving van een psychiatrie te doen, hè, waar alles toch net anders is.
Of dat misschien zelfs een verzekeraar zegt, hè, ja, maar ja, als jullie allemaal normale dingen doen, van waarom moeten wij daar dan voor betalen? Of dat is toch geen behandeling? Er zijn natuurlijk altijd hele mythische voorstellingen over wat is behandeling? Alsof je hele speciale dingen doet. Maar juist het normale doen met mensen die ontregeld zijn, dat is bijzonder en dat is behandeling. En dat werkt gewoon heel goed. Ik vind het geweldig. Ik vind het een hele goede methode om mensen die hulp nodig hebben weer op het juiste pad te krijgen. Ik ben een fan. Ik vind het fantastisch. En dan heeft het natuurlijk ook te maken met de medewerkers hier, de begeleiders, het team. Nou, goud waard. Absoluut.